Ja, nu hebben we ook een hele hoop. Een best grote kelk. Misschien ben ik met de naam. De deur, ja. Daar ben ik gedoopt. Jaren geleden. Oké. Okay. Ja. Oh, leuk. Nou ja, daarvoor zijn wij nu hier gevonden. Oh, jullie zijn ook... Oh, hebben jullie dan tentcampagne? Nee, nee, we hebben een, wat wij noemen de rally vandaag. Ja? Dat is kerken van heel Nederland. Wij komen bijvoorbeeld uit Breda. Ja. Uit heel Nederland komen dan hier naar onze hoofdkerk, zeg maar. Ja? Ja. Gewoon allemaal voor een... een soort van conferentie. Achter, ja, zeg maar. Dus we komen allemaal samen. Er is een gastspreker uit Rusland. Ja. Dat is hier een heel goede preker. Elkaar. Geweldig man. Te voeden. Geweldig. Ja, vind ik mooi om te horen. Ja. Wat is het krachtig, zeg? Zie je al die demonen met staart tussen de benen gaan vandaag? Nee, nee, ik ben ook nog niet soepel aangeleden tot het kind. Een jaar of mooi man. Ja, nou ja, het is heel leuk. Ik ben echt blij dat ik de kerk heb gevonden. Ja. Redding geweest. Dus, dat geldt voor, ja. Ik heb ook een bewogen leven gehad, ja. Maar je bent gedoopt bij de deur? Ja. Hoe dat dan? Ja, dat is al een jaar of 7, 8 geleden. Of 9 misschien wel. Ja, maar inmiddels ben ik, ik heb wel een paar kerken gezien. Maar ik noem mezelf tegenwoordig een ZZP'er voor het Koninkrijk. Een ZZP'er, mooi. En weet je waarom? Iedere kerk heeft tradities. Ja. En zonder een oordeel uit te spreken, dat geeft me niet. Maar... Velen doen ook eigen regelgeving erbij. Als ik kijk naar hoeveel kerken LBGTQ en al dat soort dingen accepteren. En dan... Hey Bjorn, één moment, dat is Bjorn. Ja. God zegen jongen. Ja, hoe is jongen. Het? Ja goed, ja, gaat schrammetje zo jongen. Ja? Ja. Maar ik heb ook... Hoi jongen. Hoi jongen. Ja, hoi jongen. Hallo. Hallo. Ik was net even jullie dik collega's Saskia. Ja. Ja. Oké. Ik was even met hem in gesprek. Eén moment. Oh, sorry, nee. Koert staat nog vrij van gesprek. Hé, hey, maar weet je, dus ik weet heel goed wat een gebroken leven is geweest met misdaad en alcohol, drugs. En nu een bevrijding, die rust en vrede die ik van Jezus heb leren kennen, dat is ongekend. Amen. Ja, maar ook, want je zei altijd over schone kerken met LGBTQ dingen en zo. Ja. Ja, wat je zegt zonder oordeel, nou ja, ik denk dat wij hetzelfde erover denken. Net als geheel onze kerk natuurlijk. Ja, ik weet niet hoe bekend je bent met de deur, zeg maar, als kerk. Maar ik hoop dat wij een beetje dezelfde visie hebben over wat de bedoeling is. Zeg maar, om een goede kerk, een goede christen te zijn. Het woord goed heb ik al moeite mee, want Jezus zegt, noem mij niet goed, want alleen de Vader is goed. Een mens is niet goed, maar je hebt wel een bepaalde soort van richtlijn. Je houdt je aan wat de Bijbel zegt, God zegt. Ja, maar daar ben ik heel duidelijk in. In iedere kerk, kijk, iedereen, die fout wordt vaak gemaakt, iedereen is een schepsel van de Heer. Ja. Maar niet iedereen is een kind van God. Nee, je wordt een kind van God. Je hebt de mogelijkheid om dat te worden. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat in iedere kerk ook een aantal kinderen van God zitten. Of het nou Rooms-Katholiek is, ik heb zelf een broertje, geestelijk dan, als voorbeeld. Die is jaren in de Rooms-Katholieke kerk geweest. Dat ik wel eens eerlijk zei van, joh, moet je daar wel zijn? Hij zegt, God heeft me daar geplaatst. En ook al vind ik dat als mens soms moeilijk, maar ik heb daar een taak. Ja, zeker. Kijk, maar het is natuurlijk ook helemaal niet zo dat we mogen zeggen... Of moeten zeggen van hey, kijk, wij gaan naar een evangelische kerk, wij hebben gelijk, jullie niet. Nee, dat gebeurt al te veel, hè? Naar elkaar wijzen en zeggen, jij, terwijl je allemaal uit hetzelfde boek. Ja. Weet je, ik merk, en dat merkte ik wel bij de deur, daar zit een bepaalde, ik noem het even radicaliteit in, die mij ontzettend aanspreekt. Ja. Want die Bijbel is voor mij van kaft tot kaft waarheid, en je doet het er niet even bij, je bent hier, God zegen jongen! God zegen. Ja. Fijne dag, hè? Jij ook, dankjewel. Je doet het er niet even bij. Je bent hier voor zijn eer en glorie en heerlijkheid. 100%. En dat hoort onze toewijding te zijn. Ja. Alleen, ik heb moeite met... ik noem het vaak wereldsgelijkvormige instituten. Kerken. En dat ga ik niet zeggen, maar bij iedere kerk vind je wel wat. Iedere kerk heeft zijn... zijn minderheden en zijn sterke punten, iedere kerk. Ja. Maar ik heb zo'n geweldige groep met broers en zussen om mij heen gekregen.
Dus mijn gemeenschap der heiligen heb ik. Ja. Daar ben ik gezegend mee. We hebben iedere week twee keer een bidstond 's morgens bij ons thuis gewoon. En met aanbidding, met bidden, met een stukje Bijbel. Ja. En dat is mijn gemeenschap. Ja, ja, maar dat is sowieso, kijk, God plaatst jou. Maar en of je nou gedoopt bent in bij de deur of bij een andere kerk of wat dan ook. En jij denkt later van, nou ja, ik voel me toch beter bij die kerk. Ja. En die hebben gewoon dezelfde visie. Of misschien een net andere visie, maar ze kijken wel hetzelfde naar hoe het hoort te zijn. Zeg maar. Ja, dat is toch prima. Ik bedoel, dat mag je helemaal zelf weten. Ja, als je maar gered bent. Als je maar gered bent. Daar gaat het om. Maar er zijn nog zoveel niet gered. Joh. En dat vond ik de deur wel even positief onderscheiden. Die gaan wel de straat op. 100%. Die gaan donderdagavond toen de tijd. En zaterdag gaan ze wel de straat op. Ze hebben de tentcampagnes. En noem maar op. Ja. Ze stappen uit. En daar zie je bij een hoop kerken zie je dat niet. Nee, ik heb inderdaad... Maar je merkt, als je op de straat gaat en je gaat vertellen over Jezus, dat sommige mensen kom je tegen en die zeggen, ja, ik ben wedergeboren. En die zeggen achteraf van, maar ik vind het zo knap dat jullie dit zo doen. Ja. En dan denk ik van, ja, maar dit is jou ook opgelegd. Ja, amen. Het wordt jou gezegd dat je dit moet doen. Ja, amen. Weet je, dus, en dan moedig ik ook vaak die mensen aan, weet je, van, maar luister, Jezus zegt dat je dit hoort te doen. Ja. En weet je, wij bereiken die mensen, maar dat kan jij ook. Dat is niet knap van ons. Ik zeg, dit is God die dit doet, weet je wel. Het is zijn werk door ons heen, zijn roeping, noem maar op. Precies. En wat je zegt, van ja, we zijn heel radicaal. Ja, maar dat spreekt me juist aan. En wat ik mooi vond, op dinsdagavond was er altijd, want je had woensdagavond ook een dienst, hè? Ja. Dat noemde ik de break in de week. Ja. En dan op dinsdagavond had je heel vaak bijbelstudie. Oh ja, we doen dat nu op vrijdagen. En we, ja, dus we hebben, even kijken, woensdag een dienst, vrijdagen vaak een soort van bijbelstudie. Of, ja. Ja, onderwijs. 17 plus groep noemen we dat dan. Ja. We hebben op zondag natuurlijk twee diensten, op zaterdag die 180, dat zal nog wel hetzelfde zijn, dat koffiehuis zeg maar. Ja. Ja, en tussendoor inderdaad donderdagen doen we evangeliseren. Ja, en dan wat de deur onderscheidt, hoor. 'S morgens om 6:30, als ik het goed heb, of 7:00, ging de deur open. Altijd. En dan kan iedereen, voordat hij naar zijn werk gaat, die kan daar komen voor gebed of wat dan ook, of hè, dag, bemoediging, echt daar. Ja. Dus dat is een kerk die zich wel... ernaar uitstrekt om dat leven te bieden, al die dagen in de week, dat er iets is. Ja. Het is natuurlijk het is iets belangrijks, vind ik, om je kerk daarvoor open te stellen, elke dag. Omdat een gebedsleven is natuurlijk het belangrijkste wat een christen kan hebben. Omdat, naast je redding dan, hè, maar als jij niet sterk staat in gebed, dan ben jij niet bewapend. Dan ben je geen strijder als je niet kunt bidden. Wat ik daarin geleerd heb, is een relatie met die levende God. Dat is 24/7. Sowieso, ik praat 24/7 met hem. Ja. En dan ga ik zelfs 's nachts als ik naar het toilet ga en ik ga weer in bed terug, dan ga ik leggen bidden totdat ik in slaap val. Ja. 'S morgens om 5:30, 5:30, dat is nou sinds een half jaar, maak ik me wakker. Mm-hmm. En dan moet ik gaan bidden voor mensen. Mm-hmm. En dan ga ik bidden en dan ben ik klaar en dan zeg ik, Heer, mag ik alsjeblieft nu gaan slapen als ik denk en breng anders de mensen nog in gebed. Mm-hmm. Nou, en dan val ik weer in slaap. Ja. En dat is die relatie hebben met die levende God. Niet dat ik het perfect doe, verder van dat. Mm-hmm. Blijf genade. Maar ik zie daar wel... Mag ik eens... ik wil iets vertellen waarvan ik niet weet of bij jullie ook veel besproken wordt. Ons valt het op zich wel mee, maar ik kom wel eens aan het aanbod dat... als je het hebt bijvoorbeeld over de moslims. Mensen denken vaak moslims, christenen hebben een heel erg harde strijd. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar voor moslims en christenen zijn heel respectvol naar elkaar. Wat er natuurlijk mis vindt. Ik weet niet of je dit al eens hebt gehoord. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om ook moslims aan te spreken. En ik weet niet of je, want heel veel mensen durven dat niet. Ja, maar dat doen we wel. Conflict. Maar het is natuurlijk zo dat 7 op de 10 moslims die zich bekeren tot Jezus. Komt door een dat Jezus of een engel in een droom tot hun is gekomen. Ja. Ik weet of je daar wel eens van hebt gehoord. Ja. Bizar. Ik dacht altijd van, ik heb dat nog nooit gezien, nooit gehoord van iemand persoonlijk. Tot ik pas geleden in Delft. Ik was in Delft en we waren op straat op een soort van, koffiehuis, zeg maar dan buiten overdag. En toen ben ik gaan evangeliseren met mensen die er omheen stonden. En toen kwam ik een meisje tegen, of vrouw.
28 of zo. Ja. Kwam ik tegen en die zei van, dat is zo toevallig dat je naar mij toe komt. Ze zegt, want 2 dagen geleden kwam er een engel naar mij toe en die sprak mij aan dat ik naar Jezus moest zoeken. Amen. En toen heb ik echt gezegd van, oh wacht, even, zijn we daar echt over gaan praten. En nu, weet je, dat is echt een reden om ook vooral moslims aan te spreken. Weet je, ik neem aan, jullie zijn het ermee eens, we leven in de laatste dagen. Ja. Zoals beschreven staat. Ja, ik geloof wel dat, er staat duidelijk, ik meen in Thessalonicense, dat voor dit alles zullen ze u gaan haten. Dus ja. Ik geloof wel dat die vervolging nog enorm gaat toenemen voordat die andere dingen in werking gaan en voordat die terugkomt. Ja, maar dat gehaat worden, dat komt uit zich ook in moord en veel christenen die vervolgd worden. Ja. En dat gebeurt nu natuurlijk massaal. He, in andere delen van de wereld. Ja, in Nederland zit hier in nog. China ja. En zo. Ja. Kijk, ondanks dat daar de grootste tegenstand ooit is, ja. Op dit moment, ja. Tegen christenen, ja. Komen er meer christenen of meer mensen tot bekering dan ooit tevoren. Maar is dat niet net, zoals het oude Rome? Ja, zo was dat ook. Hoe nam die vervolging daar? Daar werden zelfs in de straten werden christenen brandend aan de kruisavond gespijkerd. Ja. Weet je dat. Maar het zal zijn als in de dagen van Noach, weet je, daar moet ik regelmatig aan denken. En dan zie ik gewoon om me heen dat Sodom en Gomorra en dat verhaal met die engelen. Hè, ik zie dat weer gebeuren als in de dagen van Noach. Dat gewoon die schepping, dat die mensen corrupt worden. Dat het vlees helemaal corrupt aan het worden. Zeker weten, ja. Ja, dat zie je inderdaad terugkomen. En maar dat zie je onder andere, ja, met ik ga het niet over virussen hebben, maar... Ja, ze hebben het over natuurlijk de mark of the beast, weet je, het teken van het beest. Ja, daar durf ik niks over te zeggen. Nee, nou ja, je kunt daar natuurlijk een bepaalde visie op hebben. Ik geloof zelf niet dat corona dat is, maar ik geloof wel dat het een voorbereiding is voor. Hè, de teken van het beest wordt op je rechterhand of in je voorhoofd geplaatst. Ja, ja. Dus hè, het virus, de QR-code zal waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk niet het teken van het beest zijn. Nee. Natuurlijk mede omdat mensen worden niet vervolgd als ze geen QR-code hebben. Nog niet. Dus nee, ja, inderdaad, nog niet. Dus inderdaad, wat ik zeg, het kan een voorbereiding zijn. Ja. Want wie weet, in de toekomst krijgen we inderdaad een soort van chip of wat dan ook. Ja. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over financiële dingen. Dus het coronavirus zelf is geen financieel opzicht. Maar het kan in de toekomst inderdaad zo zijn dat ze bijvoorbeeld de pinpas in je voorhoofd of in je hand. Dat heb je nou met die chip, hè? Ja, het begint die chip al te komen. Die ink en... ja. Dus dat, je hebt al in bedrijven waarmee ze bij de koffieautomaat kunnen chippen. De toegangsdeur naar het bedrijf zo gaat open. Zo makkelijk zeggen ze dan, maar je kunt zo makkelijk de deur binnen. Ja, maar dan, als hij dat niet laat doen, dan kan je natuurlijk wel een link leggen. Ik ga niet zeggen dat het is, hè, begrijp je niet verkeerd. Nou, je kan niet kopen of verkopen. Ja, klopt. Ja, ja en dat zit er gewoon aan te komen. En daarom is het inderdaad ons doel om evangelie te brengen tot zoveel mogelijk mensen. Ja. Ja, maar daar zijn we ook voor op deze wereld, hè? Daar zijn we voor. Hé, hey, even kort. Ja. Wat is uw voornaam? Gino. Dick? Ja. Dick? Koert. Koert? Omar? Alwin? Nee. Aangenaam. Nee, maar kort een zegen over je spreken, Gino. Ja, dank u wel, Vader God, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Heer, dank u wel voor weer een nieuw familielid vandaag, Gino, Heer. Heer, u hebt Gino gered uit een gebroken leven, Heer. Zoals u net kenbaar maakte, Heer. Dank u wel voor uw genade over Gino. En dank u wel dat ik hem mag zegenen in Jezus Christus, Heilige Naam. Dat hij die weg gaat wandelen voor uw eer en glorie en heerlijkheid, Heer. Om zielen uit de duisternis in het licht te brengen, Heer. Om zoveel zielen te redden, Heer. Ja, dank u wel. Voor uw trouw, voor uw geduld en voor uw liefde. Ook voor Gino. In Jezus' naam. Amen. Gino, ik heb een YouTube-kanaal. Ja. Mag ik een kaartje geven? Ja, zeker. Ach, ik ben de groen voor 10 koers. Ja, leuk. Super, dankjewel. Ja? Yes. Mag ik je trouwens nog één dingetje? Tuurlijk. Heel snel. Pas geleden heb ik mezelf ervoor gezet. Ik heb hier een papiertje in mijn telefoon staan en daar staan een aantal namen op. Ja. En ik weet niet of het verhaal was op gehoord van Lot in de Bijbel. Ja. Hij gaat over iemand die natuurlijk heel erg lang, laat ik het zo zeggen, er wordt heel lang gebeden voor iemand. Ja.
om gered te worden. Ja. En nu is het zo, ik ben zelf ook iemand geweest wat ik nu zou noemen een lot. Ik heb heel lang op zo'n lijstje gestaan, een paar jaar lang, van iemand, van de pastor in Roosendaal, daar woonde ik toen. En die kwam pas geleden preken bij ons in Breda. En die haalde dat aan in een preek en ik had dat nooit beseft. Maar hij had daarover gepraat, hij zei van iedereen hier heeft minstens één of twee lots in een omgeving. Ja. In een omgeving zitten. Ja. Schrijf het op een papiertje. Nou, als je vandaag iemand tegenkomt en je denkt van God heeft echt een plan voor diegene. Schrijf dat op een papier of een lijstje in je Bijbel, in de kast of weet ik veel wat. Bid daar elke dag voor. En echt waar, het moment, al is dat jaren later. Als je elke dag voor diegene bidt en het moment dat diegene naar de kerk zal gaan, dat dat gaat gebeuren. Dan, en je streept dat weg, dat geeft de grootste voldoening ooit. Amen. Ik ben het helemaal met je eens, alleen één verschil. Ik geloof in leiding in de Heilige Geest. En ik ben niet van gebedslijstjes. Hmm. Ik krijg mensen in gedachten en daar bid ik voor. Sommige mensen, ik heb hier zelf in de crisisopvang gezeten. Hmm. Dus ik ken nog sommige mensen uit de crisisopvang. Ja. En daar bid ik bijna elke dag voor. En dat is iets wat de Heer al op mijn hart legt. Ja, tuurlijk. Nee, ik bedoel natuurlijk gewoon meer van... Ik snap jouw tip. Hou het daar om weg te strepen. Ja. Maar het is voor, wat jij nou zegt, is een bevestiging voor mij ook om hiermee door te gaan. Yes. Dus, maar goed, ik wens jullie nog veel succes. Vino, geef maar een dikke knuffel. Yes, kom hier. Kom hier, man. God zegen. Mooi je ontmoet te hebben. God zegen. Fijn dat de deur. Ja. God zegen, Gino. Ja. Dat doen broeders, hè? Sowieso, kijk. Broeders. Nee, is goed. Gino, dankjewel. God zegen. Hey, vrouw. Beste kijkers, weer zie je. Janka, halleluja. Nou, dan zie ik die demonen helemaal met staart tussen de benen gaan als Janka onder spot is. Nou, halleluja. Hoe ging het? Er werd niks geknipt. Was het een lang verhaal? Nee, Gino, een broertje. Was een mooi gesprek. Uiteindelijk mogen zegenen. Van de deur. Ja. Nee, van Jezus. Laten we even geen misverstanden erover hebben. Nee, dat is niet. Hij weet het. Hey, mijn broertje Koert heeft ook een behoorlijke vrijmoedigheid hoor. Ja, maar dat is hij dan. Ja, dat merk ik wel. Mooi. Mooi. We hebben een mooi gesprek gehad. Ja? Nou, wij hebben bijna niet stilgestaan hier, hè? Nee. Haast continu. Ik heb mijn pas niet aan, maar ik wil even een bloemkool aan. Ja, echt niet. Echt niet. Ik heb mijn hand toch niet afhakken, Jan. Kan je die chip meegeven? Dan mag ik even. Dan moet ik niet naar huis. Dan haal ik een boel voor. Wat ben je even? Mag ook los zijn. Doe maar even zo, los. Ja. Eigenlijk een bloem. Je mag ook een tientje hebben hoor. Nee, fijn. Dat, is goed. Dat gun ik jou wel. Nee, ik hoef niet. Ja? We gaan vandaag bloemkool eten. Ja, bloemkool. Met een papje. Met zoete aardappel. En wat nog meer? Een worstje. Runderruikworst. Oké. Ja, goed. Hey, ik spreek je dadelijk, lieve schat. Ja, wij letten er wel op. Met groene kratje. Ik zag het staan. Jo. Zo was hij net. Hé, hey, daar hebben we een bloemkoosje. Heb het snel. Zo, dat was goedkoop, Janka. Hier, haalt er nog maar een paar. Even de rest van de week bloemkool. Nee. Nee, niet. Ik ga naar huis, de kistje doen. Ja. En daarna ga ik naar de bus. Oh, heb ik al de sleutel? Nee, tuurlijk niet. Mag ik de sleutel? Nee, tuurlijk niet. Zit de auto anders op? Nee, want ik heb hem wel afgehaald vanmorgen. Voor jou. Ken je wel een beetje. Ga ik even rond rijden. Ja, dankjewel. De vreugde des Heren is onze kracht. Halleluja. Toch, dames? God zegen. Oh, toch nog een beetje. Ja, God zegen. Dag. Tot hoe lang blijven jullie dan? Zo de Heren wil. Ja? God zegen. Alin. Wat zei je, Janka? Doeg. Ja,
mouw zit een beetje los.